echt modeontwerpster wil worden. Maar door bepaalde allergie moest ik helaas mee stoppen. Dus daarna heb ik er eigenlijk niks mee gedaan totdat ik hier terecht kwam. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Felroze garen met voor naaimachine nummer naald 100. De dames van Sociaal zijn op pad om nieuwe garen en stoffen te kopen voor een sjalenmerk. Ze konden niet aan werk komen en met die reden hebben ze het merk opgericht. Ja, we hebben echt het idee dat veel socialer kan en dat je echt naar persoonlijkheid kan kijken in plaats van alleen maar naar het cv. Dus indirect willen we met dit bedrijf eigenlijk de werkgevers opvoeden en vragen om het anders in te steken. Een glimmende draad komt heel snel naar boven zetten. Ja. Dat je het ziet, bedoel je? Ja. 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 Oh, dan moeten we dat doen, Nursen. Ja. Hè? En dan met 3, denk ik. Ja. Gewoon een beetje proberen. Ja, je moet gewoon proberen. Ja. Als klanten een sjaal bestellen, krijgt er een cv bij van een van de dames. Op deze manier kunnen klanten ook meedenken of ze haar aan een baan kunnen helpen. En nu gaan we dus voor de Valentijn. Ja. Dat hebben we van de week even bedacht. Die roze draad op dat donkerblauwe hart erop. Oh, dat is wel heel leuk. Ja. Ja. Rood kan ook nog wel. Ja. Maar dan krijg je rood-wit en dan denk ik altijd aan Feyenoord. Ja, ja. Leuk, hè? Nou, word je nieuwsgierig, hè? Ja, hè? Nou, dan moet je de website in. Bedankt. Ja. Bedankt. Dank u wel. Nursen heeft altijd al modeontwerpster willen worden. En bij Sociaal komen haar dromen uit. Ze maakt en ontwerpt sjaals en ze heeft grote ambities. De Mart Visser van de Sjaarloos, ja. Ja, ik hoop het. Ben jij bij Sociaal terechtgekomen? Via de gemeente. Na heel veel aandringen kwam ik gelukkig een beetje net terecht. Ik zou ook willen leren hoe je een site opzet. Dus ja, dat ik toch allemaal dingen zelf kan doen. Want dan is het ook geld besparen, hoef ik het een ander niet te laten doen. Maar het zelf maken. Ja. Geïnspireerd door Sociaal kunnen mensen of in Sociaal blijven werken. Dat zou natuurlijk helemaal een succes zijn. Of een eigen bedrijf beginnen, waardoor ze zeggen, hé, maar dat heb ik daar geleerd, dat ga ik nu voor mezelf doen. En wat heb je hier allemaal geleerd? Ja, heel veel eigenlijk. En zeker wat je zelf eigenlijk veel kan doen. Jeanette helpt ons heel erg goed daarbij. Dus ik ben ook meer bewust geworden van mijn eigen kwaliteiten. Dankzij Jeanette. Doe je zelf. Nou, ik denk zeker wel in, als je kijkt, we doen steeds dingen out of the comfort zone. Dus bijvoorbeeld gisteren stuitten ze op een sollicitatie, daar moesten ze bijvoorbeeld een filmpje voor doen. Nou, dat is zeker gegroeid, want dat zijn dingen die ze in het begin niet deden en waar we er wel toe uitdagen om toch voor te gaan. Dat je gewoon, ze is nooit uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken. Nou, nu wordt ze wel benaderd. Mijn wens, wat ik ooit heb willen doen, kan ik niet in het waarheid uitbrengen, zeg maar. Ik had ook niet gedacht dat ik ooit sjaals zou ontwerpen. Dus daarom betekent het wel heel veel voor mij.